Het spukboek is vandaag, ik zie het vandaag ook voor de eerste keer in deze vorm. Ik wil allereerst zeg maar jullie super welkom heten dat jullie hier allemaal zijn. Hier staan eigenlijk alle mensen die mij super dierbaar zijn en die op de een of andere manier ooit mij geholpen hebben tijdens het proces van het overwinnen van mijn vaginisme. Of die mij geholpen hebben bij het schrijven van het boek, bij de redactie, bij de vormgeving, bij het kijken welke foto erachter op het boek moet, bij eigenlijk zo alles wat je maar kan bedenken. Of die mij überhaupt steunen in mijn leven. Dus ik vind het super fijn dat jullie met zoveel mensen zijn gekomen. Ik heb het een beetje proberen voor te bereiden en ik vond het nogal spannend. Dus ik begin vandaag met wat schaamde ik me. Dat is de eerste zin van mijn boek. Ik voelde me geen normale, volledige vrouw. Dat is wat ik hoor van bijna alle vrouwen met vaginisme. En dat is wat ik ook voel. Ik heb zelf mijn vaginisme overwonnen met enorm veel vallen en opstaan. Het is een enorm lange weg geweest. En die ik eigenlijk liever niemand toewens. In de tijd, die tijd was er nog geen internet. Dus ik kon er bijna niets over vinden. En wat er over te vinden was, hielp mij in ieder geval niet echt. Uiteindelijk heb ik met behulp van wat therapie, waardoor ik wat zelfverzekerder werd, waardoor ik wat ontspannender werd. En met tips van mijn vriendin Adrie, die het meeste tips, de meest intieme details heeft gedeeld, die ze maar kon delen met mij, waardoor ik de hoop kreeg om het uit te proberen. En zij iedere keer, en dat deden we vaak in de sauna, uitgebreid uitlegde dat ik haar al mijn vragen kon stellen, die er maar te stellen waren, tot de meest intieme details deelde zij met mij. Dan ging ik naar huis en dan probeerde ik het weer uit. En dan belde ik er weer dat het gelukt was of nog niet en hoe dat dan wel zou kunnen. Met als uiteindelijk resultaat dat ik samen met Marco mijn vaginisme heb overwonnen. Waar ik enorm trots en enorm blij mee ben. Omdat ik dacht, als ik ooit doodga en we zouden ooit terug moeten komen in dit leven, dan wil ik dit toch wel echt achter de rug hebben. En niet nog een keer willen gaan. Een paar jaar later kwam ik bij dezelfde groep van vrouwen met vaginisme, Jilla. En dat was voor de eerste keer dat ik andere vrouwen sprak die ook vaginisme hadden. Het gaf mij echt een overweldigend gevoel van een soort thuiskomen. Deze vrouwen hadden hetzelfde, of maakten hetzelfde mee als wat ik had meegemaakt. En de herkenning en de erkenning bij hen te vinden was van onschatbare waarde. En op een van die avonden zei Marleen tegen mij, God Jacqueline, met die tips die jij ons geeft, daar moet je eigenlijk wat mee. En ik dacht, ja, daar moet ik wat mee. Ja, zegt ze, want die tips helpen ons zo erg. En de wijze waarop je het uitlegt, en de wijze waarop je tot in detail de technieken uitlegt, zeg maar, daar hebben wij zoveel aan. En met jouw achtergrond als maatschappelijke werker, volgens mij moet je vrouwen gaan begeleiden. Ik heb wat extra scholing gevolgd en ben begonnen. En toen dacht ik, er is één ding in het leven wat ik wil. Dat niemand, geen andere vrouw meer meemaakt wat ik heb meegemaakt. Dat geen enkele vrouw de weg moet gaan die ik moest gaan, die zo lang, zo moeizaam was. En waarbij hulpverlening zo moeizaam te vinden was. Ik wil de vrouwen hoop geven, want veel vrouwen denken dat ze er niet vanaf kunnen komen. Als het in tegenwoordige tijd overgeschreven wordt, dan gaat het ook vaak over vrouwen die erin zitten. En ik wil vrouwen laten weten dat je er wel vanaf kan komen. Want als het mij lukt, dan kan het hen ook lukken. Ik nam contact op met de Top Santé en ik dacht, ik ga voor een artikel daar. En toen zeiden ze, nou, dat is een mooie vrouw, dat willen we wel. En dan gaan we ook een foto erbij doen. En toen dacht ik, nou, een artikel. Maar ook mijn foto erbij, dat vond ik ook wel wat. Mijn naam dacht ik, oké. Foto erbij. En een van de mooiste reacties die ik kreeg naderhand, anoniem, was van een vrouw met vaginisme die schreef, u ziet er zo normaal uit op de foto, mevrouw. Dat is wat vrouwen voelen. Ze zijn niet normaal, denken ze. Wij vinden natuurlijk allemaal dat die vrouwen normaal zijn. Maar zij niet. Een paar jaar later, zeg maar, belde Spuiten en Slikken mij.
En die vroeg mij, goh Jacqueline, zou je patiënten hebben die in het programma willen? Toen zei ik, ja, eigenlijk begin ik daar nooit aan. Maar zou je nou niet een programma-item doen over vrouwen die er vanaf zijn gekomen? Zodat je vrouwen hoop kan geven. Ze ging terug naar de redactie en een paar weken later belde ze me op. En eigenlijk zei ik gelijk, toen ze vroeg, wil jij in het programma komen? Ik zei, dat wil ik wel. En ik weet nog goed dat ik bij Adrie was toen ik het hoorde en ik zei ja. En ik liep naar Adrie toe, ik zeg, ik heb ja gezegd. En toen dacht ik, oh hemel, waar heb ik jou gezegd? Want dit is het programma Spuiten en Slikken. En nu kom ik op de televisie. En u weet straks, heel veel mensen die naar dat programma kijken, ook dat mijn achtergrond is dat ik ook vaginisme had. Dus wat zou iedereen wel niet van mij denken dan? Toch heb ik het gedaan met de, opnieuw, maar weer één reden. Voor de andere vrouwen met vaginisme. Om hen hoop te geven. Ik heb enorm veel reacties gekregen na de uitzending. Enorm veel patiënten. En wat ik het meeste van patiënten terughoor die bij mij komen, is dat ze zich werkelijk gehoord voelen. Dat ze zich begrepen voelen. Omdat ze voelen en merken dat ik weet waar ze het over hebben als ze iets vertellen. Over waar hun last van hebben. Dat als ik ze tot in detail de technieken uitleg van hoe je dan een vinger kunt inbrengen. Of hoe je een penis kunt toelaten in je vagina. Of hoe je je bekkenbodem überhaupt maar kan vinden. Dat ze daar nieuwsgierig van worden. En dat ze denken, de manier waarop Jacqueline dat vertelt, zo zou het wel eens kunnen lukken. En ze gaan weg. En dan zeggen ze vaak, ik ben wel benieuwd naar het einde. Nou eerlijk gezegd, in mijn hele weg met vaginisme, ik ben nog nooit nieuwsgierig geweest naar een oefening die therapeuten aan mij hebben gegeven. Ik dacht eigenlijk altijd, ja maar hoe dan? Jullie zeggen, doe een vinger, stop er een vinger in. Het is heel klein, begin met een penis. En ik dacht, met een vinger, met een pink. En ik dacht, ja maar hoe dan? Want ik weet niet hoe, want het lukt mij niet. Super blij ben ik als de vrouwen terugkomen en zeggen, Jacqueline, het is gelukt. Nog blijer en ook ontroerd ben ik wanneer ik soms tot in detail te horen krijg op welke manier het gelukt is om die penis in te brengen. En dat ze eindelijk gemeenschap hebben kunnen hebben. Dat is voor mij het ultieme gevoel van dat mijn weg niet alleen mijn eigen resultaat heeft opgeleverd, maar dat mijn weg ook al die andere vrouwen kan helpen. En al jaren ben ik bezig geweest met, ik wilde een boek schrijven. Maar ik dacht, hoe moet ik dat dan doen? Wat moet ik dan mijn eigen verhalen helemaal opschrijven? Ik dacht, ja, dat vind ik ook hartstikke moeilijk, want hoe doe ik dat dan? Tot ik ongeveer 2 jaar geleden opeens op een idee kwam van 100 tips die ik had willen weten toen ik nog vaginistisch was. En ik kwam bij Jorinda, een vriendin van mij, en ik zei het voorbeeld, ze zei, goed idee, maar dat gaan we niet doen, zei ze. Want daarvoor is het veel te belangrijk, deze informatie. We gaan er een boek van maken. En die avond gingen we zitten en we maakten een kleine opzet van het boek en zij zou mij helpen. De volgende dag belde ik naar Marleen toe en toen zei ik, wil je me ook helpen, want nu heb ik dit idee. Maar ja, ik ben natuurlijk helemaal geen schrijver, ik heb alleen maar kennis. En zij hebben beide een boek geschreven, dus ik dacht, als ik hun heb, dan zal het wel lukken. Dat bleek een beetje anders te gaan. Ik heb totaal 9 weken in afzondering gezeten. 10 tot 12 uur geschreven op een dag. En tot mijn grote verbazing kwam de tekst uit mijn, niet uit de pen, maar uit de computer. Zij hebben het nagelezen, soms punten neergezet, met name dat ik het in moest korten. Halverwege het proces belde ik naar de uitgever. En toen zei ik, het is een aardig in het gevorderd, 80.000 woorden. Hij zegt, heel goed, ga verder. Door naar 60.000. Dus het moest ingekort worden. Maar ik zou je zeggen, dat was een behoorlijke klus om iets in te korten. En half januari, toen ik zat te schrijven daar, de laatste 2 weken waarin ik zoiets had en nu moet het klaar, zette ik een punt. Die middag belde ik naar Jan Willem en toen zei ik, het is klaar. We kunnen aan de volgende fase beginnen. En super trots ben ik dat daarna is er met mijn boek hebben we het voor elkaar gekregen dat de teksten van mij in een vorm zijn gegoten zodat het meer boek werd. De vormgeving is werkelijk geweldig geworden. Het plaatje van de voorkant, toen we dit gingen bespreken, zat ik met Jan Willem en Danielle, de vormgevende redacteur.
En toen zei ik, ja, maar ik weet wat ik wil op de voorkant. En ja, Willem zei, dat is goed, Jacqueline. Dus ik vertelde met het voorbeeld van een vrije vrouw. Ik zeg, ik wil een vrije vrouw erop hebben. Hij zegt, dat is mooi. Oranje moest ook de achterkant zijn. En toen kwam hij met voorbeelden. En ik wist niet dat hij dat zo zou doen. En ik bladerde om en ik zag het voorbeeldje van de vogelkooi. En ik dacht, dit is het. Dit is de vogelkooi waar ik in heb gezeten. Waar ik uitgevlogen ben. Waar heel veel vrouwen met vaginisme gevoelsmatig in zitten. En waar er een aantal uit zijn. Omdat ik die heb mogen helpen. En die van het vaginisme zijn afgekomen. En dit is een soort hoop, begrip. Eigenlijk alles zegt dit over wat ik wilde. Ik heb verder ook nog gekeken naar andere voorbeelden, maar ik wist, dit is het. Het boek is klaar. En met dit boek hoop ik dat heel veel vrouwen die ook niet naar mij komen, omdat de schaamte te groot is, dat met dit boek ik de vrouwen kan helpen. Het is een boek geworden met al mijn kennis erin, of in ieder geval het meeste van mijn kennis. Het is met heel veel wetenswaardigheden, tips. Eerlijk gezegd, een paar van de mensen die het gelezen hebben al, die hebben gezegd dat het eerlijk gezegd voor eigenlijk ieder van jullie ook best interessant zou zijn. uiteindelijk is het een soort stappenplan waarvan je kan bedenken dat deze vrouwen het kunnen doorlopen. En dat het staat vol met oefeningen. En het staat vol met, het is zo opgebouwd dat de vrouwen kunnen kijken wat bij hen past. Zodat ze de oefening kunnen uitzoeken. Zodat ze het gevoel hebben van, hey, deze oefening kan ik ook uitproberen. Die durf ik ook uit te proberen. En ik heb ze onderbouwd met best wel spannend iets. Mijn eigen voorbeelden. En mijn eigen ervaringen toen ik mijn vaginisme aan het overwinnen was. En de ervaringen van de vele vrouwen met vaginisme die ik begeleid heb. Ik ben super trots op het boek. En hoop dat heel veel vrouwen hierdoor geholpen worden. Want dat is wat ik wil.